Nu uh, laten we aan het woord uh, mevrouw Hennie Roorda, uh, hoge pief bij het Waterschap, bestuurder van de Unie voor Waterschappen geweest, werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, maar ook gewoon mens, gelukkig. En uh, we vinden het heel fijn dat je hier bent. Ja, maar je, je legt de lat wel heel hoog, uh... als mens? Ja, precies. <laughs> Nou, hartstikke leuk dat ik hier mag komen spreken. Je hebt mij al even zeg maar, geïntroduceerd, maar mijn naam is Henny Roorda. Ik ben, tegenwoordig ben ik strategisch adviseur bij INW, waterveiligheid en zeespiegelstijging. Dus daar ligt ook nog wel wat bedreiging, over bedreigingen gesproken. Maar um, toen ik, ik werk nu ongeveer anderhalf jaar bij, bij INW en bij mijn afscheid. Ik ben daarvoor 13 jaar, 13 jaar lang bestuurder geweest bij, bij Waterschap Rivierenland.

In ieder geval even een applausje voor de techniek. Eh, ja, ja, hartstikke goed. Volgens mij luid en duidelijk. Um, nou, ik ben dertien jaar lang bestuurder geweest bij Waterschap Rivierenland. Ik heb daar waterveiligheid op portefeuille gehad. En, eh, zitten er mensen van Waterschap Rivierenland in de zaal? Ja, dan kan ik geen fabeltjes vertellen, dus moet ik even goed opletten. Maar Waterschap Rivierenland heeft natuurlijk heel veel dijken veel daarvan zijn afgekeurd en we hebben ook nog eens veel bevers. En bij mijn vertrek heb ik gezegd, van joh, ik ga nu naar het ministerie, maar jullie weten mij te vinden. Dus dat zei ik ook bij de Unie, ik ben ook Uniebestuurder geweest en ja, dat hebben ze direct eigenlijk opgenomen. Dus ik was nog niet een blauwe maandag bij het INW aan de slag. En toen zei ze al van Henny, uh, jij zei van uh, uh, als er iets is, moeten we, moeten we vooral, uh, moet je aan de bel trekken. En wij hebben problemen met die bever. En dat was niet alleen Waterschap Rivierenland, maar was ook de Unie van Waterschappen. Dolf zit hier ook in de zaal. Ah, vooraan, ja, Dolf Moerkens. Dus Henny, kun jij ons helpen met een uh, nationale beveraanpak? Want die bever speelt in steeds meer gebieden, waterschappen, maar ook bij RWS, ook bij ProRail, een, een belangrijke rol, zeg maar. Uh, we lopen daartegen aan. Kun, je, kun jij ons helpen? Nou, ik zei ja, ik wil het best wel eens bespreekbaar maken. En toen vroeg ik zo bij INW wie gaat hier eigenlijk over de bever. En toen bleef, ik, ja, bleef het eigenlijk wel angstvallig stil. Dus ja, ik had de grote mond gehad hè, en dan kun je bij mij uh, aan de bel trekken. Dus ik denk, nou, dan pak ik het gewoon zelf op. Dus die ruimte heb ik gekregen. We, zijn, we hebben een, een groep geformeerd, zeg maar. En daar ga ik jullie nou iets over vertellen. En dan moet ik zelf op het knopje drukken, natuurlijk. Hè? Het grote knopje vooruit. Ja. Nou, ik. Uh, Kijk, we hebben natuurlijk een prachtig relaas gehad. voor uh, echt, ik, ik hou het dan wel weer op een, een saaie, uh, saaie, ministriële uh, uh, presentatie. Maar waar ik het even kort over ga hebben, is over de bever natuurlijk, de problematiek. En hoe we dat nou in gezamenlijkheid willen oppakken, die uh, problematiek. Nou, dan beginnen we bij de bever. We, eigenlijk kennen we die nog helemaal niet zo lang. Hè? 1988 is die weer uitgezet. En dan laat ik daarmee beginnen. We hebben te maken met een beschermde diersoort. Hij is beschermd, maar ook zijn burgten en zijn dammen zijn beschermd. En we mogen er in principe helemaal niet aankomen en we mogen de dieren ook niet verstoren. Dus dat is denk ik heel goed nieuws. Hè? We hebben dat met elkaar goed beschermd. Daarboven, als je even kijkt naar de waterhuishouding, zien we ook dat dat. Dat het beest eigenlijk heel erg goed is voor ons. Hij houdt het water langer vast. Hij zorgt ervoor dat we het minder snel afvoeren. Dus een artikeltje in de Volkskrant zegt ook al: Ja, weet je, eigenlijk is dat bij uitstek de oplossing voor onze droogteproblematiek. Bij Rijn en IJssel, volgens mij zit er ook een aantal mensen Rijn en IJssel in de zaal. Hè? Daar worden ook wel eens in tijden van droogte duikers uh, helemaal volgestopt om het water maar vast te houden. Maar we kunnen daar natuurlijk ook de bever voor inzetten. Dus uh, hij helpt ons ook zeg maar, in tijden van droogte om onze waterhuishouding op orde te houden. Dus die ecosysteemdiensten, daar moeten we denk ik de, de bever ook uh, erg dankbaar voor zijn. En dan nog even over de intrinsieke waarde, die zo net ook al even genoemd werd. Hij is natuurlijk ook een hele belangrijke sleutelsoort en zorgt voor heel veel biodiversiteit. Dus het is een waardevol dier, zeg maar, die we moeten blijven beschermen. Maar we zien ook, zeg maar, dat het dier zich best wel sterk toeneemt en dat ook de verspreiding toeneemt. En we zien ook als waterschappen, als RWS, ProRail, als beheerders, dat we steeds meer met grotere problemen krijgen ten aanzien van die bever. Even het verspreidingskaartje. Uh, je ziet, zeg maar, daar waar de rivieren stromen, dat daar de populaties ook het grootst zijn. Hè? En daar wil je ze uh, ja. Je snapt dat ze daar voorkomen, maar dat geeft ook wel problemen. En je ziet ook, zeg maar, hoe uh, de bever zich in de afgelopen jaren uh, heeft uh, vermeerderd. En dat is nogal wat, hè. Dat is 9 à 10 procent per jaar. Het kalf nu misschien wel een klein beetje af, maar... Het zijn wel aanzienlijke aantallen en als deze groei zich voortzet, ja, dan uh, krijgen we wel te maken met een grote probleem. En wat is dan de problematiek waar we tegenaan lopen? Nou, uh, uh, de meneer van Prolee heeft het zo net al heel mooi geduid. Uh, we krijgen te maken met ondermijning van, van die veiligheid door graverijen in dijken. Uh, en daar ontstaan echt bedreigende situaties voor. Nou, uh, waterschap Rivierenland ken ik toevallig goed. Ook in mijn tijd hadden we echt hele grote graverijen in de dijken in Wamel, ongekend. Uh, en dat maakt je dan als bestuurder ook best wel een beetje angstig. Want dan denk je, ja, we hebben het allemaal goed op orde. En dan komt er in één of twee dagen zo'n bever in zo'n dijk zitten met alle gevolgen van dien. Deltaris heeft daar ook onderzoeken naar gedaan, dat staat hier. En je ziet toch dat die vaalkansen van die dijk aanzienlijk toenemen, als die bever in zo'n dijk zit. Dus uh, ik zag altijd zo, ja, zeespiegelstijging is natuurlijk een hele grote bedreiging voor de toekomst van ons land, een van de grootste bedreigingen als het gaat over waterveiligheid. Maar die bever is nu eigenlijk wel net zo'n grote bedreiging, of voor nu, misschien nog wel een grotere bedreiging voor onze waterveiligheid. En zijn we dat met elkaar voldoende bewust. En wat het nog lastig maakt, en dat hoorde ik mensen zo net ook al even zeggen: het is echt heel lastig om die bevers toch te kunnen vinden. Ik bedoel, die graven hun holletjes onder water. Met dat hoge water dan kun je eigenlijk niet goed zien waar die bever nou precies zit. Met alle gevolgen van die. Nou, ik heb een paar mooie plaatjes. Die zijn niet van mezelf, maar die heb ik van STOA. Dus, uh, en dan zijn ze altijd goed toch. Uh, Heren, maar hier zie je eigenlijk wat het gevolg is als een bever gaat graven in een dijk. Uh, als het water dan vervolgens wat hoger komt te staan, hij zit graag droog, hè? dus dan gaat hij nog, nog wat hoger zitten. En als hij dan in die zandlaag gaat zitten, ja, we hebben het zo net ook al, al even voorbij zien komen, ja, dan wordt die dijk instabiel en kan hij weg gaan schuiven. Dat is niet alleen het probleem dat hij weg kan schuiven, hij kan ook uitspoelen. Als aan de binnenkant van de dijk een hol graven wordt, dan bestaat het gevaar dat het zand. Wordt meegespoeld. Nou, dan heb je ook nog het probleem van de piping. Dat vergroot kan worden als gevolg van de bever. Dus dat is zeg maar, het grote probleem als het gaat over waterveiligheid van die bevers. Nou, dat is dan het inhoudelijke probleem. En dan zijn onze beheerders, heel, de, de, de beheerders van de waterschappen, RVS, maar ook ProRail, heel erg hard mee aan de slag. Om dat allemaal te detecteren. Maar dan hebben we ook nog een probleem. Ten aanzien van de governance nog weer. Hoe hebben we dat nou met elkaar geregeld? Voor 1988 hadden we eigenlijk helemaal geen probleem met die bevers, want toen waren ze er niet. En nu zie je ineens die uh, aantallen heel erg hard oplopen. En hoe hebben we dat nou met elkaar geregeld? Hebben we dat nou met elkaar op de meest verstandige manier geregeld? Uh, wat je ziet is dat we in principe nog redelijk weinig aandacht hebben voor preventieve maatregelen. Uh, en dat, kan ik, dat wil ik illustreren aan de hand van een voorbeeld. Ik was bestuurder waterschap Rivierenland, waterveiligheid. We hadden heel veel dijkversterkingstrajecten. Een van die dijkversterkingstrajecten was Gorkum-Waardenburg. Een dijkversterkingstraject van 25 kilometer, 20, 25 kilometer... En uh, ik wilde als bestuurder heel erg graag dat die preventieve maatregelen ten aanzien van dierlijke graverijen werden meegenomen. Dus wat je nu goed kunt regelen, we zijn toch met elkaar bezig met die dijken. Zorg er nou voor dat je die preventieve maatregelen neemt. Nou, dat was heel erg lastig. Want eerst was het zo van, ja, wat moeten we dan doen en hoe ziet dat eruit? Dus daar zijn we een studie naar begonnen. Uh, van die 20 kilometer, wat zijn dan de locaties waar je die preventieve maatregelen het beste zou kunnen nemen? Nou, uiteindelijk bleek zeg maar, dat je van die 20 kilometer nou, ongeveer 5 kilometer preventief kon uitrusten. En daarmee had je dat hele dijkversterkingstraject BV-proof gemaakt. En toen kwam de discussie: van nou dan kon het technisch, zeg maar, hè, zou dat best wel uh, redelijk kunnen. Maar nou, hoe gaan we dat dan betalen? Want dat zijn wel extra kosten. Hè? En uh, dat, die vraag wordt dan altijd ook wel snel gesteld. En omdat je het in de dijkversterking doet, denk je dan, nou, dan kan dat wel makkelijk uh, snel meegenomen worden. Maar dat was nog een hele discussie over wie dat dan zou gaan betalen. En even een vraagje, hebben jullie enig idee zeg maar, wat een dijkversterking per kilometer ongeveer kost? In Gorken-Waardburg. Het beste lastig, ingewikkeld traject, veel huizen aan de dijk. Iemand een idee wat het ongeveer meer... Ordegrote. 10 miljoen, wie biedt meer? Iets minder. Dat is ongeveer 17 miljoen. Nou, andere vraag. Wat kosten dan die preventieve maatregelen per kilometer? Ligt aan de locatie. Maar bij orde, ja, dat is ook bij dijkversterking natuurlijk, ligt aan de locatie, maar gemiddeld genomen. Wat zei je? 3 ja, miljoen. Drie nee, 3 ja, 3 ton. Nou, ongeveer 3 ton, 2 ton, 3 ton. Nou, op een dijkversterkingstraject van 17 miljoen per kilometer zijn de kosten ongeveer 2, 3 ton. Nou, ik vind dat, ja, maar dan ben ik dat, hè. ik vond dat ook als bestuurder toen en toen mocht ik echt iets vinden. Nu, uh, nu vindt onze minister iets, maar toen mocht ik echt wat vinden, vond ik dat behapbaar. En dan ga je naar je algemeen bestuur en ga je dat verhaal vertellen. En ons algemeen bestuur heeft zoiets: ja, maar het is een dijkversterking HWBP, dus het HWBP moet daar ook in mee betalen. Kom je bij het HWBP? Ja, maar dat is een beheerskwestie, dus dat moet eigenlijk het waterschap zelf betalen. Nou, uiteindelijk hebben we het wel opgelost met het HWBP. Heeft het HWBP een deel geteld. Maar daar is heel veel water voor door de Rijn of door de Waal gestroomd, zeg maar. Voordat we dat voor elkaar hadden. En uiteindelijk is het wel in het beleid van Waterschap Rivierenland geramd, zeg maar. Bij de technische uitgangspunten van de dijkversterking is dit gewoon als regel meegenomen dat we kijken naar die preventieve maatregelen. Dus dat even over die preventieve maatregelen. Even een uitstapje. Te weinig aandacht daar nog voor. Als je kijkt naar hoe hebben we dat nou eigenlijk geregeld, we hebben te maken met verschillende bevoegde zagen. Hè. Dus uh, voor de provincies of voor de waterschappen zijn dat de provincies die bevoegd zagen zijn. Dus als waterschappen een probleem hebben met de bever, moeten ze naar de provincies. Maar als een waterschap in vier provincies zit, zoals bijvoorbeeld waterschap rivierenland, dan heb je te maken met vier provincies, vier bevoegde zagen, maakt het wel een beetje lastig. Als nou die RWS, uh, die bever in RVS-eigendommen uh, zitten, die moet dan naar RVO gaan, want voor RWS is er RVO-bevoegd gezag. Dat geldt ook voor ProRail. Dus dat maakt het allemaal wel een beetje ingewikkeld en lastig. En dat maakt het ook ingewikkeld en lastig om naar een landelijke aanpak te komen. Want je hebt wel alle partijen nodig om daar iets van te vinden. Dus. Uh... Nou, sommige waterschappen die hebben, ondervinden al heel erg veel problemen van die beveren. Dus die hebben al protocollen opgesteld samen met de provincies. Maar anderen hebben ook nog niet zoveel problemen, hebben nog geen pro protocollen opgesteld. Dus je ziet zeg maar, dat sommige wel protocollen hebben, sommige niet. En uh, ProRail heeft ook een, is bezig met een protocol of hebben een protocol en RWS ook. Maar die verschillen ook nog wel van elkaar. Dus die zijn onvoldoende nog op elkaar afgestemd. En dat snap ik ook, hè, want het is een recentelijk probleem. En je probeert het met elkaar, of in ieder geval voor je eigen, zo goed mogelijk op te lossen. Maar misschien is, de tijd nu wel ra is het nu wel tijd om die activiteiten op elkaar af te stemmen. Dus wat is dan het doel van die nieuwe aanpak? We willen duurzaam samenleven met die beveren. We hebben bescherming. We moeten met elkaar die beveren gaan beschermen. Maar we zien ook dat die risico's veroorzaakt, dus we moeten hem ook gaan uh, beheren. En we hebben ook gezegd, we concentreren ons nu eerst op de beven. Maar we hebben ook in Bokstel gezien dat die DAS ook een probleem is. Dus het zou mooi zijn als die aanpak nu ook straks uitgebreid kan worden met andere dierlijke graven, zoals de DAS. Nou, dan kom ik bij, wat houdt nou die landelijke aanpak in? Hè? We willen met elkaar, we hebben de partijen bij elkaar geroepen, allemaal. ProRail, RWS, RWO, LNV, Unie van Waterschappen, uh, STOA natuurlijk. Uh, de IPO, een hele belangrijke speler. De WA-Unie, heb ik ze allemaal gehad? In ieder geval, niemand vergeten. Hebben we allemaal bij elkaar in een, uh, uh, En we hebben gezegd, we maken een plan van aanpak. Dat is in het bestuurlijk overleg water, is dat aan de orde gekomen en is geaccordeerd. Maar wat gaan we dan doen? We willen, zoals ik al zei, het moet uitbreidbaar zijn naar de andere grote graven. Gro maar we willen naar een nationaal protocol. Dus een, een handelingskader, zeg maar. Uh, ook voor preventieve maatregelen, maar we willen zeg maar als er iets aan de hand is, dan moet er een, een, een nationaal protocol komen. Uh, en daarin moeten we regelen dat we ook snel met elkaar tot actie kunnen komen. Dus dat is een van de belangrijkste voorbeelden. Als er calamiteiten voor zich voordoen, dan moeten we gewoon als beheerders, waterschapsbeheerders of. Uh, er, uh, uh, Prorail of RWS moeten we gewoon snel kunnen handelen. Dat is echt heel belangrijk. Want die veiligheid is dan in het gedenk dus dan moeten we snel kunnen handelen. Dus dat betekent snelle, unif uniforme procedures. Nou, daar hebben we met elkaar gezegd, daar gaan we met elkaar aan werken. Want je ziet ook zeg maar dat die procedures bij, uh, bij waterschap, uh, ik geloof, maar dat, Limburg is ook aanwezig. Hè? Is het al bijna tijd? Oh ja, dat vertel ik wel. Limburg kunnen ze heel snel een ontheffing afgeven, hè? redelijk snel. Dan uh, Gelderland duurt het wat langer. Naar nou, RVO heeft wel wat meer tijd nodig. Dus je ziet zeg maar dat die doorlooptijden heel erg verschillend zijn. En daar kunnen we denk ik ook heel erg goed van elkaar leren. Hoe kunnen we dat nou uh, uniform doen en sneller doen? Nou, daarnaast hebben we ook gezegd. Nationaal uh, bevenprotocol moeten komen, maar we willen ook een handelingskader voor die preventieve maatregelen. Want dat is minstens zo belangrijk. En laten we er nou voor zorgen dat bij de aanleg van onze natte en droge infrastructuur die preventieve maatregelen standaard worden meegenomen. Zoals ik ook vertelde in het verhaal van Gorkum Waardeburg. En een derde, en die kwam zo net ook al even aan de orde, hè, laten we met elkaar ook goed monitoren wat we aan het doen zijn en wat de schade is, maar wat de populatie is en wat de preventieve maatregel is. En laten we dat niet alleen in het waterspoor doen en in de droge infrastructuur, maar laten we dat monitoren samen doen. Uh, dat geeft zeg maar nieuwe inzichten en op basis daarvan kunnen we ook weer het beleid kunnen we gaan optimaliseren. Dus dan we, wat gaan we uh, zeg maar monitoren. Welke instanties kunnen dat het beste voor ons doen? En hoe gaan we dat uiteindelijk betalen? Nou, dan nog even over de organisatie. Ja, ik kan het uh, uh, is misschien wel goed om daar toch even aandacht voor te vragen. We hebben een ambtelijke projectorganisatie opgestart. Nou, daar zitten de ministeries in, INW en LNV. IPO zit erbij als, uh, als natuurlijk bevoegd gezag. Uh, voor de provincies, de Unie van Waterschappen als beheerders. ProRail als beheerders. RWS als beheerders. RWO, weer als uitvoeringsorganisatie van L uh, LNV. En STOA. Dus we hebben met elkaar hebben we het opgepakt. We hebben met elkaar dat plan uh, gemaakt en dat ligt nu zeg maar uh, uh, bij inkoop. Dus dat wordt nu aanbesteed en uh, we hopen zeg maar begin volgend jaar. Dan drie producten gereden hebben. Dat is het Nationale Protocol. Dat is een advies hoe we dit het beste kunnen monitoren. En een hand, uh, handreiking, zeg maar, hoe we dit het best, die preventieve maatregelen nou het best kunnen borgen in de bestaande programma's. Dus dat zijn de drie producten die volgend jaar op de plank moeten liggen. En waar we dan weer verder mee kunnen. En dat gaan we bestuurlijk accorderen. Gaan we dan in het uh, in bestuurlijk overleg water. Maar we hebben natuurlijk niet alleen te maken met water, met het waterspoor, we hebben ook te maken met het natuurspoor. Dus we hebben gezegd, we stemmen dat bestuurlijk af in het bestuurlijk adviescommissie Vitaal Platteland en in het bestuurlijke overleg water. Nou, bij INW heb je ook een programma lopen dat heet Programma Flora, Infrastructuur en Fauna. En we proberen zeg maar, om deze aanpak daar te laten landen. Dus dat was eigenlijk het einde en dan is er tijd voor vragen. Typus, ja. Een hele ervaren presentatrice, nou. heel, heel, heel helder. Ik zou als neutrale voorzitter natuurlijk me niet te veel mee moeten bemoeien, maar er is in 2011 ook een advies geschreven onder, euh, door, euh, aan het land dat een goed bevenbeheer berust op vier pijlers. Hierin besteedt u aandacht aan twee hele belangrijke pijlers die u mm -hmm. onderbelicht zijn gelezen: adequaat ingrijpen en preventie. De derde pijler werd vanochtend genoemd door Suzanne, goede communicatie, goede communicatie. Misschien kunt u dat met uw groep ook nog opnemen, dat er beter gecommuniceerd wordt, dat het kenniscentrum Bever wordt versterkt en dat er ook op lokale, lo lokale schaal goede informatievinding is door mensen. Dat mensen geholpen worden om duurzaam samen te leven. Ja, een eh, hele goede. Dat uh, vind, de vind de ik echt of? iets voor Dolf. <laughs> Sorry Dolf. Zijn er vragen uit de zaal voor Henny? Hier. Ja, Henny, ik zag een uh, heel mooi uh, voorstel om een uh, protocol, nationaal protocol uh, te maken. Nou zijn op dit moment de provincies voor de waterschappen nog degene die de protocollen vaststellen. Wordt dit een protocol wat bij iedere provincie wordt voorgeschreven of is het een handreiking die ze kunnen adopteren of men mogen het ook op hun eigen manier doen? Ja, we hebben gezegd zeg maar, er moet ruimte blijven voor maatwerk, maar het is wel belangrijk dat we met elkaar dat protocol gaan vormgeven. Dus het is niet een, wa een protocol wat over de provincies heen wordt gelegd, maar het is een protocol wat samen met de provincies wordt opgesteld. Dus uh, en ik denk dat het goed is dat we van elkaar blijven leren. Maatwerk moet altijd mogelijk blijven. Dat was ook een van de dingen die IPO Hi in uh, de bestuurlijke overleg aan heeft gegeven. Het maatwerk moet blijven, maar we moeten wel in ieder geval afstemmen en zoveel mogelijk één protocol hebben. Dankjewel. Zit er iemand klaar met de microfoon? Ja, ja. er zit iemand klaar met de microfoon. Ik, het, als ik dit zo uh, hoor, dan denk ik, we zijn heel hard bezig om dit dan goed te regelen. Maar met de vorige spreker dacht ik van, hoe wordt die nu meegenomen? Hoe krijgt de rechten van de bever ook in dit verhaal nu een rol? Ja, dat proberen we zo goed mogelijk eh, toch wel vorm te geven. Hè? Want die beschermingspoot die is natuurlijk ongekend belangrijk. En dat is het uitgangspunt van ons handelen. En daarom zeggen we ook: ja, preventieve maatregelen moeten echt een belangrijk onderdeel worden. Meer dan nu van onze bestaande programma's. Dus die intrinsieke waarde snappen we. En daarom heeft het ook twee poten. Aan de ene kant het beschermen van het beest en vanuit zijn intrinsieke waarde en aan de andere kant daar waar je de last van krijgt, want hij is op sommige plekken toch echt wel een lastpak. Ja, daar moeten we ook wel zeg maar ook om die legitimiteit voor die bever te houden. Hè. Laat ik dat wel verstaan. Want als die bever straks onze, onze dijken afgraaft. Nou, dan is, is zeg maar de legitimiteit en de aaibaarheid van de bever snel is het snel gedaan. En dan zegt iedereen, schiet dat beest af. Dus ook zeg maar om die legitimiteit, die intrinsieke waarde te behouden, is het belangrijk dat je heel zorgvuldig beheer voert om ervoor te zorgen dat hij geen schade kan aanrichten. En in het geval dat hij schade aanricht, dat je ook weer een handelingsperspectief hebt om dat beest bijvoorbeeld weg te halen, daar waar die schade. Of uitnodigende. Um, uh, plekken te creëren waar hij dan of zij zeg maar, zich kan uh, uh, heen kan verplaatsen. Ook al is dat niet altijd makkelijk, heb ik begrepen, want hij laat zich niet zo, uh, zo snel uh, uh, nee. vangen.